Intermoleculaire krachten was uiteindelijk het doel van dit hoofdstuk. Dus hoe zit het nu met de krachten die werken tussen moleculen onderling? Moleculen, nog eens benadrukken, van dezelfde soort. Een van de typische eigenschappen die daaruit volgen zijn smelt- en kookpunten van stoffen, want die hebben daar alles mee te maken. We kunnen die krachten wat onderverdelen tussen de zwakste, de iets sterkere en de sterkst mogelijke krachten. En ze zijn allemaal gebaseerd op polariteit. De zwakste krachten komen voor tussen apolaire stoffen. Die hebben namelijk geen plus- en minkant en die kunnen elkaar dus veel moeilijker aantrekken. Dat zijn niet permanente krachten. Ze wisselen af, ze zijn er niet, dus ze zijn er niet altijd. De iets sterkere krachten, die werken met deelladingen. Geen volledig positieve of negatieve lading. Dus een beetje delta plus en delta min. En daarvoor hebben we polaire stoffen nodig. En de sterkst mogelijke krachten is tussen die moleculen die volledige ladingen hebben. Plus 1 en min 1, zoals bijvoorbeeld in ionverbindingen natriumchloride dan. We starten met het overlopen van die drie mogelijke krachten. En als eerste stoppen we eens bij de dispersiekrachten. Dispersiekrachten, soms ook wel eens van der Waals-krachten genoemd, of London-krachten. Dus dispersie. Dispersiekrachten zijn maar heel zwakke krachten. In de meeste boeken vind je dat dit enkel werkt tussen apolaire stoffen, maar eigenlijk werken ze tussen alle soorten moleculen. Bij de apolaire zijn het wel de enige krachten die voorkomen. Ze zijn gebaseerd op het tijdelijk plus en min zijn van een molecule aan de ene kant en aan de andere kant. En dat komt omdat elk molecule, in dit geval voorgesteld door een bolletje, elektronen bevat. En die elektronen, je weet dat al een beetje, die bewegen in orbitalen. Orbitalen zoals een halter bijvoorbeeld, een p-orbitaal. Maar een p-orbitaal bevat twee kanten. Het is niet altijd zo dat er in elke kant precies één elektron zit. Het kan niet zijn dat ze allebei bovenaan zitten of allebei onderaan zitten. Bevinden ze zich allebei bovenaan, ja, dan is die kant eerder een beetje negatief en de andere kant dan wat meer positief. Dus, doordat elektronen zich verplaatsen binnen je moleculen, in de orbitalen, is het mogelijk dat je tijdelijk een plus- en een minpool kunt vormen. Een beetje plus en een beetje min. Maar omdat die elektronen blijven bewegen, kan dat best zijn dat er een fractie van een seconde later dat alweer voorbij is. Als de ene kant rechts bijvoorbeeld nu een beetje min is, en van je andere moleculen is dat ook zo, dan kunnen een plus- en een minkant elkaar tijdelijk wat aantrekken. Tijdelijk. Varieert dat een beetje, de minkant zit eens onderaan en de pluskant bovenaan, ook dan kunnen ze elkaar tijdelijk wat aantrekken. Maar het kan best zijn dat dat net andersom is en dat ze elkaar gaan afstoten. Dus, daar zit variatie op. Tijdelijk, niet permanent. Een keer weer wel, dan weer niet. Dus bij apolaire stoffen zijn dat de enige mogelijke krachten, omdat ze tenminste al elektronen bevatten. Wanneer zijn die krachten nu groot en wanneer zijn ze klein? Als je meer elektronen hebt, ja, dan is het logisch dat die kracht ook groter kan zijn, want dan heb je meer elektronen mogelijk aan de ene kant en minder aan de andere kant. Dus, hoe meer elektronen, hoe groter de kracht. Dat is een beetje de vuistregel. Voor moleculen die ongeveer evenveel elektronen hebben, dan is het hoe beter de moleculen elkaar kunnen benaderen, hoe groter die kracht is. Dus bijvoorbeeld pentaan, 5 koolstofjes, en dimethylpropaan, ook 5 koolstofjes. Deze heeft 12 waterstofjes, die andere heeft dat ook. Dus die twee soorten moleculen hebben eigenlijk evenveel elektronen. Kan je moeilijk zeggen, de ene zal meer dispersiekrachten hebben dan de andere. En dan kijken we dus naar dat tweede regeltje. Normaal pentaan. Pentaan is dus iets wat een mooie lineaire-achtige structuur heeft. Dus een molecuul dat een beetje rechtdoor loopt.
En zijn buur die heeft dat dus ook diezelfde structuur, want het is hetzelfde molecuul. Dan zijn dat precies als twee blaadjes papier die elkaar zeer dicht kunnen naderen. Hoe dichter moleculen elkaar kunnen naderen, hoe meer kracht ze op elkaar kunnen uitoefenen. Denk aan de Coulombkracht uit fysica. Dimethylpropaan heeft eerder een propjesstructuur, meer bolvormig, en zijn collega dus ook. En bolletjes die kan je veel minder dicht op elkaar stapelen dan blaadjes. Dus de afstanden tussen de moleculen zijn daar groter, hebben minder invloed op elkaar en dus minder dispersiekracht. Eerst kijk je altijd naar de elektronen. Zijn die gelijkaardig? Dan pas kun je moleculen van het met elkaar vergelijken op basis van hun structuur. Misschien nog even op terugkomen. Hoe meer van die dispersiekrachten er zijn, dus hoe beter de moleculen elkaar aantrekken, hoe hoger het kook- en smeltpunt van die stof zal zijn. Want moleculen die elkaar dicht aantrekken, goed aantrekken, sterk aantrekken, die kan je maar heel moeilijk lostoveren van elkaar. Dan moet je daar al veel temperatuur voor toevoegen, vooraleer ze beginnen smelten of vooraleer ze beginnen verdampen. Dus krachten hebben een rechtstreeks invloed op smelt- en kookpunten. Maar dat komt nog terug. Dipoolkrachten. Dipoolkrachten, dat hebben we al eens gehad, dat zijn al veel sterkere krachten. Tussen dipoolmoleculen. Moleculen die dus altijd, continu, permanent een dipool hebben. Zoals bijvoorbeeld waterstofchloride, zoals water. Water heeft altijd een plus- en een minkant. Waterstofchloride heeft dat ook. Alle moleculen die continu, permanent, een min- en een pluskant hebben, die moleculen kunnen zich mooi ordenen tegenover elkaar. Plus trekt min aan, plus trekt min aan, min trekt plus aan, en zo verder. Dus die moleculen oriënteren zich en er zijn dus altijd krachten tussen die moleculen. Veel sterker dan degene van daarnet. De dispersiekrachten. Kan je dat wat bewijzen dat dat ook zo is? Dat moleculen permanent een dipool kunnen hebben? Ja, water bijvoorbeeld heeft permanent een dipool. Laat je een waterstraaltje naar beneden lopen, dan valt dat normaal mooi verticaal. Maar in de buurt van een geladen staaf, gewreven bijvoorbeeld met wol, dan gaat die waterstraal daar naartoe beginnen plooien. Dus een negatief geladen staaf, de watermoleculetjes komen met hun pluskant dichterbij. Dat is een manier om te testen of een vloeistof bijvoorbeeld een dipool heeft, ja of nee. Hoe groter het verschil in EN-waarde tussen de atomen onderling, hoe meer uitgesproken die min- en pluskant zal zijn. Hoe meer uitgesproken die plus en min is, hoe sterker de buren elkaar gaan aantrekken. En dus hoe groter de dipoolkrachten tussen de moleculen onderling. Een derde, waterstofbruggen. Het zijn ook krachten tussen moleculen die aan een paar voorwaarden moeten voldoen. Het is een hele sterke kracht, sterker nog dan de vorige, tussen moleculen waarin je een waterstofje hebt dat gebonden is aan een atoom met een grote EN-waarde. Fluor, zuurstof of stikstof. FON dus. Dan is er een heel groot verschil in EN-waarde tussen dat waterstofje en degene met de grote EN, F, O of N. Als dat zo is, dan komen er waterstofbruggen voor, bijvoorbeeld bij H2O. Waterstof heel kleine EN-waarde, zuurstof heel grote EN-waarde, en dan beginnen de moleculen elkaar onderling aan te trekken. De plus van waterstof en de min van zuurstof slaan als het ware een bruggetje naar elkaar. Het is geen echt bruggetje, het is een aantrekkingskracht. En die waterstof naar die zuurstof en die waterstof naar de volgende zuurstof en zo verder. Dat komt ook voor bij ammoniak, omdat daar een H gebonden is aan een N. Een van de voorwaarden dus.
En dan kan een waterstofje van het ene molecuul trekken aan de stikstof van het andere. Waterstofbruggen. Bijvoorbeeld bij methanol is dat ook zo. De zuurstof van de ene naar de waterstof van de andere. Voorwaarde: waterstof gebonden aan zuurstof, stikstof of fluor. Bij waterstoffluoride bijvoorbeeld. Zijn al die bruggen even sterk? Nee. Hoe meer verschil in EN-waarde, hoe sterker die bruggen zullen zijn. Er is meer verschil tussen O en H dan tussen N en H. Dus de bruggen tussen OH zijn sterker dan tussen NH. En hoe meer bruggen er kunnen geslagen worden, hoe sterker ook die krachten zullen zijn. Water kan namelijk een bruggetje maken aan zijn ene kant, maar ook aan zijn andere kant. Ammoniak die kan dat 3 keer doen als hij zou willen. Methanol kan dat maar 1 keer doen. Ja? Dus 3 mogelijke krachten tussen moleculen. Ten eerste, de dispersiekrachten. Voor apolaire moleculen zijn dat de enige. 2. De dipoolkrachten, daarvoor heb je polaire moleculen nodig. En voor polaire moleculen komen soms ook waterstofbruggen voor. Voorwaarde: H gebonden aan F, O of N. Een mooie illustratie zou kunnen zijn voor die sterke krachten het feit dat water als vloeistof toch een hoog kookpunt heeft. Die watermoleculen die trekken elkaar overal wat aan. En bij ijs is dat eigenlijk nog sterker. En dan krijg je een mooie regelmatige structuur. Er is nog een 4e kracht die we iets minder uitgebreid gaan bespreken. Dat zijn de ion-dipoolkrachten. Dat komt wat verder in het hoofdstuk nog eens terug. Het zijn ook hele sterke krachten. Heel specifiek voor ionen die in een dipoolvloeistof voorkomen. Dus in een polaire vloeistof. Ionen in water bijvoorbeeld. We hebben daar een practicum over. Ik ga daar nu niet uitgebreid op terugkomen. En de krachten zelf die worden op het einde van het hoofdstuk uitgebreider besproken.